Welkom terug, trouwe fans en nieuwelingen op het internet die via YouTube mijn vlog of mijn YouTube-kanaal gevonden hebben. Welkom, mijn naam is Piet Boeren. Detailer van beroepswegen, beroepsmatig. Goed, naast mij staat een BMW M5 uit 1999. Drie eigenaren heeft net over de 2 ton gelopen. In een hele fraaie donkerblauwe kleur. Dit keer geen extern of exterieur project, maar een interieur project. Namelijk het leder herstellen. Er zit in de M5 een cognackleurig interieur in. Leder waarvan de 2 voorstoelen behoorlijk kaal zijn, versleten zijn. Dus die moeten compleet opnieuw geverfd worden. En de achterbank loop ik na qua schade. Daar heb ik een aantal dagen voor uitgetrokken, want ik zal met name ook op de bestuurdersstoel het een en ander moeten schuren en plemuren om de zware krakelee eruit te halen. En dan vervolgens kan ik op basis van de verf mengen kan ik aan de slag. Zie je het leuk om een keertje een interieurprojectje van mij te volgen, dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Onder het mom van je raakt nooit uitgeleerd, gaan we nu een ander leerproject in. En ik ga even laten zien wat de schade is van het leder in deze M5. Laten we de camera even naar beneden draaien. En goed, het is behoorlijk gebruikt en geleefd. En nu hebben we nog één. Dat op zich is nog niet ineens zo'n probleem. Maar wat het wel een uitdaging maakt, is het feit dat het leer is al een keer geverfd in een verkeerde kleur. En ik ga trachten op camera dat te laten zien. Er zit hier, even zakken, kijk, je ziet dat hier zijn ze een keer gestopt met verven. En dit is te roze en te bruin. En het toont meer naar roze als dat het bruin is. En dat zie je ook hier waar het zelfs ook al begint te rullen en te rafelen, waar het loslaat. Hier zie je ook zo'n scheidingsrand zitten. En dat geldt eigenlijk voor de hele stoel. Als ik even overga, als je de overgang ziet van deze stoel naar die stoel, zie je dat dit al de originele kleur is. Even kijken naar de achterbank, want wat wordt over het algemeen het minst gebruikt? En de bijrijdersstoel, ook die heeft behoorlijke schade qua achterstallig leer en onderhoud. Zie het verschil. En dan zal ik hem ook een keertje van de andere kant pakken zo. Dus ik zal even zo meteen even om de auto heen lopen. En vandaar ook een langdurig project om dit weer te gaan herstellen. En ik draai de camera weer even om. Kijk, leerherstel, het blijft herstel. Het is niet zo dat leren na de behandelingen die ik gedaan heb, dat het er splinternieuw als fabrieksnieuw uitziet. Dat is niet de instelling van leerherstel. Want dat kan ook niet. Leer is een natuurproduct en heeft zijn eigen ding, zo gezegd. Wat het doet qua werking, met warmte, kou, vocht, chemie, vettigheid, huidzuren, dat soort zaken. Wat met name belangrijk is met leer, is het onderhoud. En dat is een ondergeschoven kindje. Dat wordt over het algemeen bijna niet tot nauwelijks bijgehouden. En leer hoor je eigenlijk gewoon elk kwartaal te reinigen en te voeden. En waarom voeden? Want leer van nature is heel flexibel en heel zacht. Op het moment dat het uitgedroogd is, komt er vocht. Niet zozeer door niet voeden, maar dat is een beetje een paradox. Want voeding gebruik je om vocht geen kans te krijgen op het leer.
Want het vocht van natte kleding, van regen of het zweten zorgt uiteindelijk op lange duur voor het uitdrogen van het leer. En dat komt met name, kijk maar naar zware schoenen. Als die nat worden, worden ze hard. Nou, dat geldt ook voor de onbewerkte onderkant van het leer. Op het moment dat het vocht er doorheen gedrongen is, slaat het terug als condens tegen de zware kant, de onderkant. En dan, die wordt dan hard en dan gaat hij in de toplaag gaat hij scheuren. Dat is krakelé. En om dat te voorkomen, moet je het leer voeden om vocht geen kans te krijgen. Niet om het leer soepel te houden, maar om vocht geen kans te geven. Want dat is namelijk de hele clue van het leeronderhoud. En daarom is ook een van de redenen dat men denkt van ja, het zal wel. Ik hoef dat in principe niet te doen, want leer blijft van zichzelf al soepel. Nee, uiteindelijk zal ook leer uiteindelijk een keer slijten en achteruit gaan in kwaliteit. Mede door het niet plegen van onderhoud. Goed, ik ga even met de camera weer naar beneden toe. Dus ik verdeel even het beeld. Nu hoor je alleen mijn stem nog, als het goed is. En ja, dit is de bijrijderstoel. En dan heb je natuurlijk te maken met allerlei lichthoeken en lichtinvallen. Die het bijna onmogelijk maken om zoveel mogelijk authentieke kleur weer te geven. Afhankelijk ook van de kleurstelling van de verlichting die ik gebruik. Maar goed, je ziet vanaf deze kant al af dat die stoel is donkerder als deze stoel. Ik ga nu ook de verf mengen en maken op basis van deze kleur en niet op die kleur. Dus er zal wel een transformatie plaatsvinden van het leren kleurstelling en qua schade. Ik ga eerst even het leer reinigen. Ik ga maar even staan en even terugdraaien. Zo. Ik ga het leer ook eerst even reinigen voordat ik aan de slag ga om het te geschuren en hier en daar zelfs plamuren om de structuur weer een stukje stevigheid te geven. Dit even van zover. Ik ga de camera weer even terugzetten in de houder, in de tripod. En dan ga ik mijn spullen bij elkaar zoeken voor de rest. En dan ga ik eerst even het leer reinigen. Nog een keertje een beeld van wat het kleurverschil is. Qua bestuurdersstoel en bijrijderstoel. En achterbank. Kijk, je ziet het ook al hier, de weerschijning zo. Hier, dit is donkerder, dus rozer als dat dit is. Goed. Ik zet hem maar even terug in de houder en dan zien we zo terug. Goed, terugkomende even op het ledenonderhoud verhaal. Ik kan begrijpen, daar heb ik ook volledig begrip voor, dat eigenaren of eigenaressen van auto's eerst proberen zelf aan de slag te gaan met allerlei kleurmiddeltjes die in de handel verkrijgbaar zijn. En zelf aan leer gaan sleutelen om het voor enigszins voor hun gevoel of hen gevoel goed te krijgen. Maar als je het concept leder niet snapt, geen kaas gegeten hebt of geen kleurgevoel hebt, dan heb je een mega uitdaging. Dat gezegd hebbende, ik kom regelmatig, komen er klanten bij mij over de vloer die eerst zelf aan het sleutelen gegaan zijn en vervolgens mislukt het. En dan mag ik het als professional op gaan lossen. Geen probleem. Echter, om je een hoop geld en ellende te besparen, ga eerst naar de professional. En als je daar niet uitkomt, kun je altijd nog zelf gaan sleutelen aan je leer. Het voorkomt gewoon heel veel, dit soort zaken ook. Ik weet niet of dit ooit aangetroffen is en aangebracht is door de verkopende partij of de eigenaar daarvoor. Want de huidige eigenaar heeft de wagen pas een jaar en ik kan aan de toestand van het leer zien dat het ouder is als een jaar. Dus de huidige eigenaar van de auto valt niks te verwijten wat dat betreft. Ik zeg altijd zo, ga eerst, goedkoop is altijd duurkoop. Over het algemeen, laat ik het goed zeggen. Over het algemeen is goedkoop is duurkoop. En met name als je zelf gaat hobbyen om aan leer en zeker als je geen gevoel voor kleur hebt, gaan sleutelen. Dus ik zou zeggen, sla een keer die stap over en stap naar een professional die weet waar die over praat, waar die het over heeft. En ook het leer kan terugbrengen in staat zoals je het graag zou willen hebben.
Nou, praten we hier in dit geval over een BMW M5 uit 1999. En het is een daily driver, dus hij wordt dagelijks gebruikt. 100%, 100 punten herstel hoeft het in principe niet te zijn. Ik ga er natuurlijk wel zoveel mogelijk trachten te herstellen zoals je zou verwachten dat het leer zou mogen en kunnen zijn. En om nou een beetje de authenticiteit te behouden van de leeftijd van de auto, hoeft het wat dat betreft geen 100 punten scoren te zijn. Want dat kun je dan een beetje vergelijken met splinternieuw leer in een wagen van uit 99, wat eigenlijk niet origineel meer is. En dat wil je eigenlijk zoveel mogelijk behouden. Dus wat ik ga doen is sowieso wat ik al gezegd had. Ik ga sowieso eerst het leer even reinigen. En dan ga ik even kijken wat ik met mijn middelen nog van oude verf eraf kan halen. Want dat scheelt gewoon heel veel herkleuren. Want hoe veranderlijker of anders de kleur is, hoe meer je moet gaan verven om die doorschijnende ondergrond kwijt te kunnen raken. Ik ga het leer schoonmaken en dan ga ik kijken in hoeverre ik de oude verf of de oude verf, verkeerde verf eraf kan krijgen. Dan ga ik schuren en dan moet ik hier en daar moet ik een beetje polijsten. Of plamuren. En dat valt op zich denk ik zo te zien nog wel mee, want het zijn niet echt diepe gleuven. Goed, dat is deze in ieder geval wel, want daar is de kraan en dat geldt eigenlijk voor deze en die kant ook. Dit is meer en dit is wat meer oppervlakkige slijtschade en dit is ook echt krakkelee door uitdroging van het leer. Daarnaast ga ik uiteraard ook even de rest van het leer schoonmaken, het stuur even schoonmaken en de achterbank schoonmaken en bewerken zover dat het toelaat. Maar primair gaat het om de voorstoelen. Goed, dat gezegd hebbende gaan we eerst maar eens even met de lederzeep. Borstel erop. Oppervlakkige vuil eraf te halen. Mooi, wat een verschrikkelijke roze kleur is dit. Nu ben ik benieuwd wat er aan vuil van afkomt. Kijk, je ziet nu ook dat ik nu ook gewoon oude verf meeneem. Het is blijkt een beetje broest. En dat komt met name van de wang van de leuning aan de linkerzijde. Goed, ik ga even verder met reinigen en dan zie je me zo meteen terug. Ik heb even weer de camera erbij gepakt. En ik ben aan de slag gegaan naar het reinigen met de oude verf eraf te halen. En dit komt heel makkelijk van het leer af. Dat wil zeggen dat de ondergrond gewoon ook nooit goed ontvet is geweest. Nu is de roze gloed van een groot gedeelte van de stoel is weg. Alleen jammer genoeg kan ik met vanwege belichting, misschien dat je dat op die kant wel kan zien. Ik ga even de camera zo neerzetten. Ik hoop dat die blijft staan. Zo, nee. Zo. Dan pak ik even mijn verfontvetter / reiniger. En dan ga ik even kijken of ik dat hier kan. Ja, hier komt de originele kleur. Komt langzamerhand weer terug op dit stuk. En dan kan je het nu net genoeg niet zien. Of kun je dat wel zien? Want ik zie dat op scherm natuurlijk weer heel anders als dat jullie dat straks op de vlog bekijken. Ja, is bizar. Goed, ik heb nog het een en ander schoon te maken. Dan ga ik ondertussen door, want anders ben ik weer tijd met de tijd vol kletsen als dat ik aan het werk ben. Fysiek gezien. Ja, even tot zover. En dan ga ik straks de andere beelden laten zien.
De stuurdersstoel is inmiddels schoongemaakt, ontvet, geschuurd, ontvet. Voorzien van een laagje waar de ergste schade zat met lederplamuur. En dat ga ik nu op de bijrijderstoel ook uitvoeren. Dat is even de ergste krakelee weghalen om nog een beetje authenticiteit te behouden. Dus het witte wat je op de stoel zit, op de bestuurdersstoel, is lederplamuur. Dat heeft een poosje droogtijd nodig voordat ik het kan schuren en uiteindelijk kan gaan lakken. Maar dat zal niet eerder pas als morgen worden. Ik ga even door en dan laat ik je zometeen even de beelden zien waar het exact zit. Want dat is wat beter te zien als dat die nu statisch, die camera er staat. Goed, zo gezegd. Hier het ergste. Hier het ergste. Hier een gedeelte van dijen, slijtage. Zo geldt ook voor deze kant. Ondersteuning van de benen. En hier een diepe. En dan hier zie je ook de witte. Het zijn net adertjes wat krakkelee in de stoel zit. En dat geldt ook voor de andere kant. Zo, nu de voorzijde kan drogen, zodat ik het straks kan schuren. De achterbank wel even schoonmaken. Even een schone pakken. Een shaker. Zo. Dit moet de kleur zijn. En het eindresultaat zie je uiteindelijk aan het einde van de vlog. En daartussendoor nog even de werkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van de verf. We zijn weer een poosje verder in de tijd. Inmiddels ook
geluncht en even een blokje omgelopen, even frisse neus gehaald. En het plamuur is inmiddels droog. Dus ik ga het nu ook schuren. En ik heb ondertussen ook de verf al gemaakt. Matchend op die stoel. En ik heb al een testpot gemaakt en de kleur matcht 99%. Het leer moet wel netjes glad zijn. Want je ziet alles door het leer heen. Qua bobbeltjes en richeltjes plamuur. Als je het procedé snapt van leren verven en herstellen, dan is het ook een heel mooi vak om te doen. En ja, wil je leren herstellen? Dat kan. Je kan bij mij de opleiding volgen, als je wil. Zakelijk gezien, hè? Business to business. Geen niet particulier. Dan is eigenlijk de belangrijkste vereiste, naast een goed humeur en een goede lach, je gevoel voor kleur. Weet jij hoe jij de kleur moet mengen? En in welke verhoudingen? Om uiteindelijk tot een kleurgelijkheid van 97 tot 99% te komen. Dat is wel essentieel. Je moet wel gevoel voor kleur hebben. En snappen hoe je het moet maken. Dat kan ik je allemaal leren. En wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is, ik werk niet met formules. Ik werk niet met tabellen met zoveel gram oker, zwart, rood, wit, blauw, noem het maar op. Nee, ik doe het echt op oog en op gevoel. En weet hoe ik de kleur moet samenstellen. En uiteraard komt daar een stukje ervaring bij kijken. Maar goed, ervaring is te leren door het gewoon te doen. Andere kant van een stukje schuurfoam is handiger als het niet schuurgedeelte. Bereik je wat meer mee. Die moet ik nog doen, die moet ik nog doen. Ja, dit gaat een hele verbetering worden, al zeg ik het zelf. Even twee nieuwe stukjes. De bijrijdersstoel die had ik wat minder werk aan als de bestuurdersstoel. En het materiaal wat ik aangebracht heb is inmiddels al droog. Dus ik ben vast toch maar begonnen met verven. Want hoe langer de verf kan drogen en in kan trekken, des te beter het is. En ik gebruik nu een dingetje van grote oppervlakte en een klein kwastje. Ja, maar je hebt ook nog te maken met stikselwerk. En die heeft vaak een iets andere kleur.
Bij de voorstoelen hebben we inmiddels het eerste laagje verf gehad. Dat kan nu lekker drogen en intrekken. En dan ga ik morgen echt beginnen aan de tweede laag. Ik laat het voor nu, laat ik voor wat het is. En dan, ik heb wat verf bijgemengd, weer in dezelfde kleur. Dus ik kan morgen laag 2 en laag 3 erop zetten. En dan dag 3 ga ik uiteindelijk de stoelen voorzien van coating. Zodat ze langer mooi blijven, waterafstotend worden. Dus dat scheelt ook weer uiteindelijk toch ook weer een vorm van krakelé. Mits je het uiteraard gewoon netjes bijhoudt en schoonmaakt en voedt. En dan, ja goed, dan zover is het eigenlijk uiteraard nog niet. Maar ja, voor nu is het eerste laagje zit erop. Morgen laag 2 en 3. Inmiddels aangekomen bij dag 2. We gaan de tweede laag erop zetten. En dan zal dat denk ik voor de bijrijderstoel zal dat genoeg zijn. Misschien hier en daar wat extra. En de bestuurdersstoel heeft er iets meer nodig. En dan, ja, dan zijn we alweer aardig aan het einde van het project. Dan moet het nog, laat ik het nog een dag en een nacht drogen. Voordat ik het de volgende dag in de coating kan zetten. Voor de extra bescherming. Zo, de stoelen hebben inmiddels een tweede en een derde laagje gehad. Nu laat ik de stoelen voor de rest echt drogen, zodat het dus echt op kleur kan komen. En dan is morgen het koken van het leer aan de beurt. Dus ja, tot zover. Nu het verfgedeelte en herstelgedeelte klaar is, wordt het tijd voor de coating plaatsen. Die de duurzaamheid van het leer bevordert. Zo, dit moet een aantal minuten intrekken en drogen. En dan poets ik het uit en dan moet het een uurtje intrekken en dan kan het tweede laagje erop. En dan zitten de stoelen in de leathercoating van IGL. Goed, de bijrijderstoel. Zo, tweede ronde coating op het leer zetten. Even in laten trekken, uitpoetsen en dan is dat klaar. Het driedaagse projectje van leerherstel van voorstoelen is klaar. En dat alles te maken met materiaalbewerking, drogen, schuren, lakken, meerdere lakken, drogen, etc. Dus het is geen 3 dagen of 24 uur arbeid, maar 3 dagen gewoon een project bezig om, met tussenposes om materiaal tijd te geven. Achterbank heb ik hier en daar ook wat schade bijgewerkt en in de voeding gezet, de voorstoel in de coating gezet. En ja, wat mij betreft is het project klaar. Kan de M5 terug naar de eigenaar.
Je krijgt van mij hierna nog wat beelden van het eindresultaat. En normaal gesproken zou ik altijd zeggen, het bekende rondje van de zaak, maar in dit geval wordt het vrij lastig. Dus ik heb wat shots gemaakt van het interieur en dat zie je hierna. En dan ga ik bij deze zeggen, wederom weer bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je bij de volgende video. Ciao.